Volley bowling. Open te bowling vandaag. We zijn begonnen met fielden. Nog geen target. Op het prachtige Raby Castle. Kijk, dat moeten we even laten zien. Dit staat hier gewoon naast het cricketveld. Fantastisch kasteel. Maar daar komen we niet voor vandaag. We komen voor dit. Dit is ook meer dan wat ik. Netjes gebouwd en goede best met tegen ons.
die straffen een matige bal heel direct af. Dus je moet er heel goed blijven bowlen. En er zelf een goede wedstrijd van maken. We gaan het zien. Sam. We gaan zien hoe hij doet. Gisteren niet zoveel gebold, maar had wel hele goede scores gisteren. Dus we gaan kijken of hij dat vandaag opnieuw kan laten zien. En of hij de scores, de runs lekker laag kan houden en eens even een paar wickets kan pakken. Daar hebben we best zin in, Sam. Doe je best voor ons. Middlesex scoort inmiddels 27 runs voor deze over, na 9 overs. Dat is dan best wel weer redelijk drie per over in het begin. Kan alle kanten op. En dat is een boundary. Inmiddels Alejo Nota, bowling. En Middlesex School staat nu op 35 runs na 11 overs. Dus nog steeds rond de 3 per over. Af en toe boundary. Ja, wacht er goed een matige bal af. Ja, kan nog steeds alle kanten op. Het is een rustige start. En we gaan zien wat de dag gaat brengen.
En dat was net een fijne wicket. Bowling van Sam, mooie vang van Azam. En ja, Sam laat zien dat hij een prima bowler is. Die we veel over zijn in moeten laten staan. En we hopen dat hij nog heel veel wickets gaat laten zien natuurlijk. Dus dat is fijn. Dat is alvast een heel mooi begin van de dag. Fijne wicket. En dat was een mooie court behind van Cedric. Wicket bowling op Allegro. Dus tweede wicket voor Middlesex Schools Down. En dat is nice. Nieuwe bowler Mirac. Had van de week een iets mindere dag. Ook geweldig spinnen, de tovenaar van Leidseveen. Dus we zijn heel benieuwd wat hij hier vandaag gaat laten zien. En dan gaat Mirac weer. Het veld iets aangepast daar aan die kant. Elmar in de hoek. Lastige ballen waar we snelheid bij nodig hebben. Middlesex scores inmiddels op 47 runs in het einde van over 16. En twee wickets down en daar zijn we blij mee. En ja, waar we in alle scores en standen en hectiek natuurlijk gewoon heel blij mee zijn, is een dagje aan het cricketveld. Prachtige Raby Castle. Donkere wolken, maar het zou droog blijven vandaag verder. Dus daar rekenen we allemaal op prachtige mooie oude bomen rond het veld. En wat zeg ik, rond het veld? Nee. We staan hier ook gewoon in het veld. Ook heel grappig is dat het veld daar in de linksachter flink naar beneden loopt. Je ziet daar spelers rennen.
Maar daarachter loopt het veld flink naar beneden. Dus de fielders die daar staan, daar zien we vaak alleen een petje van. Die verdwijnen echt in hun holletje daarachter. En wat zeggen we? Miratje is het eerste overtje, direct een wicket. Prachtig vang. Wie was de vanger? Wie ving hem? Een vangetje van Alejo. Geen makkelijk vangetje hoor. En fijn gebold van Miratje. Dus weer een wicket, derde wicket. Ja, en dat kan ook gebeuren bij een spinball. Dat is dan jammer. Maar wickets zijn wel heel fijn. Prima gestopt. Alejo Nota weer bowling. Middlesex School staat op 56 naar 17 voor 3. En die 3 is heel fijn. Ja, Azam, fijne stop. Daar komt Alejo weer. Middlesex School is inmiddels op 58 voor 3 na 18. Daar staat Elma, prima fielding. Jullie natuurlijk net deze kant van het veld al zien, hoe prachtig en sfeervol dat is. Maar eigenlijk moet je even een blik rondom krijgen. Daarachter staan de bijgebouwen van het kasteel. Daar is bijvoorbeeld een shopje. Daar kun je vlak langs het veld parkeren, ook voor bezoekers van het kasteel. Daar zitten de ouders, de coaches, trainers, met het uiterst charmante clubhuisje. De Dutch Clan, kooien. En hierachter zit ook nog het leukst. Daar hebben we een waar klim- en avonturenbos. Dat wordt nu niet gebruikt, maar volgens mij een prachtig plekje om de conditie bij te houden en lekker te trainen. Thank you.
Het zijn dure ovens op deze. Jammer, jammer, jammer. Bowling. De Middlesex School staat inmiddels op 82 runs voor 3 wickets na 20 overs. Dus net boven de 4 per over. En ja, we hadden net een paar dure overs en dan gaat het in één keer hard. Op zich nog niks aan de hand. We hebben een aantal wickets in handen. Als er snel meer wickets vallen is dat helemaal prima. Maar we moeten de score natuurlijk wel laag houden. En dan zie je, dat is een uitdaging, want we hebben gewoon hele goede batsmen tegenover ons, de hele week al. Ja, hij zijn ook goed. Prachtig van. Alleen voor Lotta weer. En de fijne wicket die we net hadden, bestel was Eden Belling, hoe je het uitspreekt. En hij had 47 runs, dus dat was al een heel mooi aantal. Het is heel fijn dat we die wicket gepakt hebben. Dat helpt. Tom de Leden. We gaan eens even kijken hoe Tom het vandaag gaat doen. Carson staat hier op de boundary en die heeft die bal keurig. Daar komt Tom weer. Scoren was voor deze over 83. Voor 4 naar 21. Dus ja, kan nog steeds alle kanten op. En 4 wickets is heel fijn. Ja, ze zijn heel goed. We hebben even een drinksbreak gehad, maar daar merkt de kijker thuis natuurlijk helemaal niks van. En Fitjoet begint weer met bowlen. Is even slordig. Voor de anderen is het niet. En de persen zijn dubbel uit. Goed gerund.
87 runs voor 4 wickets na 24 overs. Dus op zich onder de 4 per over. Ruim boven de 3,5. Dus de score zakt weer iets in. En dat is prima. Voor ons, voor de Netherlands, dus Lions. Boundary, de nieuwe batsman. En de batsman die aan deze kant staat, nummer 5, dat is ook een goeie. Hij heeft... Oh, de goede batsman is net uit, hoor ik nu. Die we dus net uitvingen was een goede batsman. Die stond op 47 runs. Dus fijn dat hij gevallen werd. Goed, dan maakt niet zo uit. Dus niet weet je niet. Wat is nou de beste batsman? Dus 2 met shirt nummer 5. Correctie. Nummer 5 had dus geen 47 runs, maar heeft er nu 24. Wat ook niet slecht is. Die staat er dus altijd langer in. Ja, kan gebeuren. Is er dat is niks aan te houden. Een boundary. Dan ren je en is er erin naartoe. En daar zie je een heel mooi hoe je dus in het hoekje van het veld verdwijnt daar. In het gat. Awesome bowling. Middlesex School staat inmiddels op 108 na 27. Voor 5 wickets.
solid fielding with the boundary. Olivier Kloppenburg, HCC, next bowler. Score inmiddels 114 naar 28 voor 5 wickets. Dat was de score voor deze over natuurlijk. Flop bij de bal van Victor en prima backup van Tom. Ja, en dan sta je de hele ochtend op de boundary. Hè, terwijl je echt wicketkeeper bent en lijkt misschien saai. Dit soort momenten zijn cruciaal. Dus heel fijn dat Victor goed oplet. I'm gonna skip. Yeah. Ja, zoek het tussen de bomen, maar hij is er niet uit. Dus ook daar is een strakke fielding heel belangrijk en dat doen de jongens netjes. Kassen met bowling. Kassen met bowling. That's the way we like it. Love it. Ja, en die rolt er weer precies tussendoor. Olivier Kloppenburg bij bowling. De bal verdwijnt daar weer in het kuiltje. Dat rolt niet de bal weer uit. Middlesex schools op 129 voor 30 overs, 5 wickets voor deze over. En dan is weer een boundary. Nieuwe over, nieuwe bowler Thijs. Yes!
En dan komt Thijs weer, Thijs Vrolijk van HCC uit Den Haag. Weer. Moet hij zien? Middlesex scores op 141 na 32 overs. En Olivier weer bowling. Thijs verlaat het veld. Die lijkt wat geblesseerd. Dus dat zou jammer zijn voor hem. Nou, we klappen even voor de batsman van. Middlesex Schools, die heeft er blijkbaar 50 al. Dus dat heeft hij knap bij elkaar geslagen. En next bowler Tom de Leden van VCC, Voorburg Cricket Club. En een boundary. En ook dat van boundary. Beneden. Fijn gebold. En volgende bowler Sam van Giezen van Hermes heeft al gebold. Eens kijken hoe hij deze over gaat doen. Middlesex Schools staat inmiddels op. Middlesex School staat inmiddels op 159 runs na 33 overs, maar wel voor 6 wickets en dat is fijn.
daar verdwijnt de bal weer in de grote kuil. Met Carsten, die daar ook verdwijnt. Maar hem wel heeft voor de boundary. Middlesex scoort inmiddels op 163 runs naar 35 overs voor 6 wickets en Tom de Leer de bowling. En dat is jammer. Geen fijne bal voor ons, een fijne bal voor Middlesex. Sam van Giezen bij bowling, Middlesex scores op 163 runs na 36 overs. Dat is jammer. Prima stop voor Victor. Volgende bal is Carsten weer. Ja. Middlesex scoort is inmiddels op 177 na 37 voor 6 wickets. Dat was even spannend, maar dat ging van Middlesex scores net goed. Middlesex scores op 182 na 38 en Sam van Giezen weer bowling. Dat is een fijne stop bij de bowling van Tom.
zagen niet precies wat er gebeurde. We zagen een petje, benen in de lucht, maar het was functioneel. Daar willen we er nog heel veel meer van voetbal. Prima bal, niks aan de hand. Batsman een beetje moe maken. Nou, kom maar op. En weer een lekker balletje. Zo hoog dat hij niet heel veel vaart heeft en gewoon lekker voor de bal die blijft liggen. Olivier pikt hem op tijd op. Ja, goed gelopen door Victor. Keurig hoek afgedekt. Ik denk van Tom op de boundary. Allegro nota bij bowling. En hoe? Wicket! En dat was een hele nuttige wicket van Allegro nota. Die batsman had maar liefst 80 runs. En deze houden we nog net in bij de boundary. Dat was ook een goede effort van de boys. Nee, de ump ziet niet wat onze jongens zien. En de ump heeft gelijk, hè, dus het zal wel zo zijn. Middlesex schools inmiddels op 190 runs na 39 overs. 7 wickets down. Olivier Kloppenburg gaat bowlen. En dat is jammer. Die haalt die bal nog net op voor de boundary, dat is fijn. Middlesex op 200 runs nu. Nota bij bowling en Middlesex School staat op 201 na 41 overs. Yes!
dat was net wicket 8 van Allegro. Middlesex Schools bouwt aan een mooie score. De wickets gaan ook best hard. Dus we gaan het zien hoe ver ze nog gaan komen. Wordt in elk geval een mooie wedstrijd. En we zitten inmiddels ook in de 42e over, dus zo heel veel ballen gaan er ook niet meer komen natuurlijk. Maar ja, goed, ze hebben nog 2 wickets. Middlesex Schools, als ze echt gaan doorslaan, we gaan het zien. De vraag is natuurlijk ook of deze batsmen dat nog kunnen, het doorslaan. Of dat we nu toch meer de bowlers zien die ook een bat vast moeten houden. Zo, we weten het niet, we hebben geen idee, maar we gaan het merken. En daar gaat Sam weer. Sam van Giezen. Bowling. De batsman had echt geen idee wat er met de bal gebeurde. En dat is een wicket. Lekker. Allegro Nota bowling. Middlesex Schools op 209 runs. Na 42 overs. Dus nog 18 ballen nu. Maar wel 9 wickets down. Dus elke wicket is nu fataal. Game over. Die geeft hij net niet, maar dat was goed fielding. Er zijn 15 runs inmiddels van Middlesex en Sam bij bowling. En we zitten in de 43ste over. Nog een balletje of 10 te gaan. Maar elke wicket is nu ook fataal, dus we gaan zien hoe lang we doorgaan. Ja, Middlesex scoren nog. Gisteravond ook zo.